Hi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering over voeding. We gaan vandaag aflevering 1 starten met de voedingspyramide zoals ik hem heb ingezet. En zoals ik vind en zie bij mensen dat hij de meeste resultaten bereikt. We gaan er gelijk induiken en ik leg je continu tussendoor uit wat die TDR erachter is en waarom je mee aan de slag gaat. De pyramide. 1, 2, 3, 4, 5. Iedereen kent misschien nog wel een beetje de gouden voedingspyramide, waarbij onderin de calorie tekort of overschot neergezet wordt. Daarna de macro's en zo omhoog. Die onderste is de belangrijkste. Als je wil afvallen, even als voorbeeld voor vandaag, dan moet je minder calorieën binnenkrijgen dan dat je er verbrandt. Ik wil dat je dat gaat vergeten. Want calorieën tellen, producten zoals ze in de supermarkt liggen, de verbranding, hetgene wat jij zelf verbrandt, is bijna niet te meten. Er zit zo'n grote marge in dat je per dag er bijna niet op uitkomt om het precies te meten. Dus mijn tip zou zijn, laat die calorieën los en ga met de volgende eerste stap beginnen. Dat is namelijk het eten volgens een lagere maaltijdfrequentie. Dus dat wil zeggen dat jij minder maaltijden per dag gaat eten. Als je gaat kijken naar afvallen. Even het korte voorbeeld. Ik ga daar volgende keer nog een video over maken, maar voor nu een klein voorbeeld. Je hebt drie energiesystemen. Glucose, glycogeen en vet. Tenminste, de drie belangrijkste. Als jij wil afvallen, wil jij natuurlijk vet verbranden. Als jij een maaltijd eet, blijf jij continu in glucoseverbranding hangen. Gedurende de nacht, na een aantal uur, kom je wel bij glycogeen terecht. Verbranding vanuit de lever. Maar die vetten, omdat jij 's ochtends weer begint met eten, daar kom jij nooit. Dus wat wil jij? Jij wil minder maaltijden gaan eten of langer nuchter zijn, waardoor jij je vet kan gaan verbranden. En dat duurt over het algemeen zo'n 12 tot 16 uur voordat je pas naar die vetverbranding toe gaat. Dus wat wil dat zeggen? Dat jij mogelijkerwijs vanaf jouw avondeten, 6 uur, 8 uur, tot ergens 10 uur 's ochtends, 12 uur 's ochtends, niet meer eet. Dat klinkt heel moeilijk. Maar uiteindelijk, als ik iedereen erover spreek en iedereen die ik ermee begeleid, is het uiteindelijk best wel makkelijk. Waarom? Je eet niet meer 's avonds, je drinkt nog even wat water, je gaat slapen. Nou, tijdens je slaap ben je al 8 uur nuchter, dus je hebt al 8 uur speling. En 's ochtends sla je lekker je ontbijt over, je drinkt lekker wat water, je koffie, je normale dingetjes. En je gaat daarna pas weer eten om 10 uur, om 12 uur. Uiteindelijk is het best wel simpel te doen. Maar de reden is dus heel simpel, je wil een lagere maaltijdfrequentie creëren, omdat je van die glucoseverbranding naar die vetverbranding wil. Als jij wil afvallen, heb je andere doelen, zit er een ander idee achter. Maar dit even nu als voorbeeld. Dus pyramide, basis, nummer 1, is eten volgens een lagere maaltijdfrequentie. 2, blijft gewoon je macro's. Eiwitten, vetten, koolhydraten. Ook in die volgorde. Eiwitten 40%, vetten 30%, koolhydraten 30%. In die volgorde. Waarom wil je dat? Een eiwit zorgt voor aminozuren, zorgt voor opbouw voor spieren. Een eiwit verzadigt langer, je kan er langer op teren. Het zijn gezondere producten, je wordt minder afhankelijk van een bloedsuikerspiegel omdat je minder koolhydraten eet. Maar je wil wel een volwaardige maaltijd. En die volwaardige maaltijd kan je creëren door gewoon een bord in drieën te knippen bijvoorbeeld. En te zeggen, mijn koolhydraten haal ik uit mijn groenten. Dus ik pak een derde bord aan groenten, met misschien wat zoete aardappel. Mijn eiwit, bijvoorbeeld mijn kipfilet. En mijn vet, wat nootjes, avocado, iets dergelijks. En zo heb je een volwaardige maaltijd. Die percentages, die kan je testen door bijvoorbeeld even een app te downloaden. Download de calorieteller, download MyFitnessPal. Maakt allemaal niet zoveel uit. Download er eentje, hou het 2 dagen bij en check gewoon hoe ver je er vanaf zit. Maar in eerste instantie zou ik willen zeggen, het blijft in de basis. Eerste lagere maaltijdfrequentie, dus ga je van 6 maaltijden naar 2, is een vrij grote stap. Ga van 6 naar 4, 4 naar 3, 3 naar 2. Ga eerst dat doen en daarna pas je macro's en dan gaan we verder. Puntje 3 heb ik apart genomen, omdat wanneer mensen minder maaltijden gaan eten, gaan ze ook minder gevarieerd eten. Elke dag de boterham of elke dag het eitje of elke dag de salade. Voor je lichaam is het belangrijk om zoveel mogelijk te roteren, zoveel mogelijk te variëren. Er komen verschillende bouwstoffen binnen wat voor het lichaam heel goed is. En daarnaast is het ook goed om te
checken en testen voor je darmflora welk product misschien beter werkt en welk beter niet. Dus dat is stap nummer 3. Veel variëren. Maar begin daar pas later mee. Stap nummer 4 zijn je micro's. Ook heel herkenbaar als ik mensen begeleid met dit patroon, is dat mensen heel snel gaan vergeten hun fruit te eten. Minder groenten gaan eten, omdat ze minder maaltijden eten. Normaal gesproken pak je je fruit tussendoor, of je pak je groenten in ieder geval bij 2 maaltijden van de dag als je er 3 eet, omdat je 's morgens je brood eet. Omdat je dat nu niet doet, is de kans dat jij minder groenten en fruit eet vrij groot aanwezig. Maar het is wel belangrijk, want het heeft wel heel veel vitamine en mineralen in zich, die jou helpen gezond te blijven, vitaal te blijven en dergelijke. Dus stapje 4 is uiteindelijk wel goed om te kijken naar je micro's. Pak je fruit maar bij je maaltijd. Als je dan minder maaltijden moet eten, combineer je ze gewoon gelijk, heb je daar profijt van. En de laatste stap, eventueel boven de piramide, is supplementen. Tegenwoordig, alle producten die er gekocht worden, die hebben de voedingswaarde niet meer die ze een jaar of 40, 50 geleden hadden. Dat is spijtig, daar kunnen we niks aan doen als consument zijnde. Maar dat betekent wel dat we veel meer erbinnen krijgen van bepaalde producten. Dus bepaalde vitamine, magnesium, vitamine D, omega 3, vitamine C. Het zijn allemaal producten die we minder binnenkrijgen. Dus het supplementeren van die vitamine kan op den duur belangrijk zijn. Maar wanneer doe je dat? Dat doe je pas als je het gevoel hebt dat je wat mist. Het gevoel hebt dat er iets niet helemaal lekker loopt. Dan pas ga je kijken naar de laatste stap. Dus mijn tip, als iemand hier binnenkomt en die eet 6 maaltijden per dag, dan ga ik eerst kijken van oké, hoe kunnen we die persoon nou van 6 maaltijden naar 3 maaltijden krijgen? Gewoon ontbijt, lunch, avondeten. Niet je ontbijt overslaan, niet meer beginnen. Rustig aan, kleine stapjes. Verliefd dat het goed gaat. Systemen uitleggen en uiteindelijk door naar 2 maaltijden. Dat zou het mooiste zijn. Of een window tussen 12 en 6 en misschien daar 3 maaltijden. Dat je in ieder geval die 16 uur lang nuchter kan zijn. Vervolgens gaan we samen kijken naar de macro's. Hoe is de verdeling in de producten? Daar eerst even aan wennen. Dus aan het begin mag je wat mij betreft echt wel 3 of 4 dagen achter elkaar hetzelfde eten. Prima, als dat voor jou makkelijk is en je houdt het daardoor vol. Lekker doen. Vervolgens gaan we kijken naar de variatie. Van oké, kunnen we het een klein beetje variëren? De ene keer salade, de andere keer ei en de andere keer een boterhammetje. Maakt allemaal niet uit. Om je lichaam daar wat meer mee te helpen. Dan je micro's. Wat moeten we nog toevoegen? Missen we wat vitamine en mineralen? En uiteindelijk, als er echt wat gemist wordt en je hebt nog ergens last van een klacht, een probleem, ga maar naar supplement. Dit is de voedingspyramide zoals ik hem aan al mijn klanten uitleg. Zoals ik hem het belangrijkst vind. De lagere maaltijdfrequentie, zoals ik in de volgende video ga uitleggen, is het meest belangrijke. Daar hou jij de meeste resultaten mee. Dus doe je voordeel mee. Deel met de mensen die dat ook interessant zouden vinden. En kijk volgende keer mee met het volgende onderwerp. Eten volgens lagere maaltijdfrequentie en wat het kan doen voor je energielevel, voor afvallen en voor je darmflora. Dus bij deze dankjewel en ik zie je bij de volgende. Tot dan, hè.